dan heb ik geen busje nodig, dan pak ik wel een taxi. Ga er gelijk heen. Ja, ik ben er bijna hoor. Zo, op weg naar Veiling Flora. We zijn een bloemenbedrijf, exporteur. En daar werkt Richard van Nieuwkoop, de doelman van Rijnsburgse Boys. Hij zit zo meteen hier naast mij, bij Willem in de taxi. We gaan hem ophalen. Daar staat hij hoor, keepertje. Hij heeft trouwens ook bij ons nog gewerkt. Ries! Goedemiddag. Hoe is het? Goed, ja. Bekend terrein voor je, deze auto. Ja, zeker weten. Ja, jaren in gewerkt. Ik zit net te vertellen dat je hier nog gewerkt hebt bij Brouwer. Ja, klopt ja. Hoe was dat? Ja, leuk. Ja, leuke tijd gehad. Ik heb er denk 4 jaar gewerkt, dus dat naar mijn zin gehad. Alleen niet iets wat voor de toekomst blijvend was. Voor jou niet? Voor mij niet. Voor mij wel hoor. Ja, dat is steeds naar je zin. Ja, helemaal leuk. Mooi. Af en toe een leuke gast uit de voetballerij erin, dus dat is toch gezellig? Zeker weten, ja. Keeper van Rijnsburgse Boys heb ik net allemaal verteld. Het seizoen van jullie is een beetje wisselvallig, hè? Ja, een slechte start gehad. We hebben een reeks van 3 wedstrijden dan gewonnen. Waardoor je toch weer in de lijst wat omhoog kruipt. Ja, afgelopen zaterdag weer een partij verloren. Het ligt allemaal dicht bij elkaar. Maar ja. Het gaat nog niet zoals het moet gaan. Nee, maar aan de andere kant, dat geldt voor Lisse ook. Je bent eigenlijk gewoon een debutant, hè? Ja, is ook zo. En je merkt wel dat de tweede divisie wat zwaarder is dan de derde divisie. Het is allemaal aan elkaar gewaagd en dat merk je gewoon in de wedstrijden die je speelt. Ja, zeker dat je zijn er niet bij. Nee, zeker weten niet. Nee, het is elke week weer een finale en dat is ook wat mooi aan de competitie, vind ik. Wat jezelf betreft, de keer dat ik je gezien heb, heb ik het idee dat je een beter seizoen hebt dan het vorige seizoen. Ja, dat hoor je veel mensen zeggen. En misschien is dat ook wel zo. Ik voel me goed en ik zit lekker in mijn vel. Ja, aantal wedstrijden dat je goed speelt, punten pak voor de ploeg. Ja. Kijk, dat is voor het zelfvertrouwen is dat lekker. Ook naar een groep toe is dat natuurlijk lekker. Dat je het vertrouwen meer krijgt. En aan de andere kant heb ik zoiets van ja, ik doe niks anders dan wat ik voorgaande jaren gedaan heb. En ik blijf gewoon mijn best doen. Dus, De kennis zei de vorige seizoen vaak, Richard heeft concurrentie nodig. Ja, is misschien ook wel zo, maar aan de andere kant... Ja, maar nu heb je weer die strijd gewonnen van de zoveelste keeper die in Rijnsburg jou het moeilijk moet maken. Dus ben ik geneigd te zeggen, nou, die concurrentie heeft hij nu alweer niet meer. Nou ja, ben ik het niet mee eens. Kijk, die jongen die er nu zit, Virgil, is gewoon een goede keeper. Dat weet ik. Hij is jong. Hij heeft alles wat een keeper natuurlijk nodig heeft. Hij heeft de lengte, zijn postuur zit mee. Kijk, dat is natuurlijk wel een dingetje wat bij mij niet altijd mee heeft gezeten. Nee. Nog steeds niet. En dat zal niet gaan komen ook, maar... Je bedoelt je lengte? Ja, kijk, dat is natuurlijk altijd wel een puntje geweest en dat weet ik. Ja, misschien heb je daardoor andere kwaliteiten wat lange keepers misschien niet hebben. Je bent eerder bij de grond? Ja, in principe is dat wel het punt natuurlijk. Kijk, aan de andere kant, geen concurrentie gehad. Afgelopen jaren ben ik het niet mee eens. Want de keepers die er gezeten hebben, zijn gewoon stuk voor stuk goede keepers geweest. Kijk, nou, vorig jaar had je Wesley. Hij komt ook uit betaald voetbal, dus... Daar had ik misschien het geluk dat hij de voorbereiding geblesseerd is geweest. Ja, en de jaren daarvoor, je had Rick, je had... weet je die van VVSB? Ja, die naar VVSB gegaan is, die jongen Roelof Aresveen. Ja, kijk, het zijn gewoon... Ronald. Ja, Ronald van der Meer, ja. Stuk voor stuk goede keepers. En qua concurrentiestrijd, ja, ik heb het altijd gehad en altijd gevoeld. En dat moet ook wel. Kijk, en dat er nu een nieuwe keeper bijgekomen is, ja, dat is voor mij misschien goed geweest. Maar of dat echt te maken heeft met het betere spel van dit jaar, dat betwijfel ik. Wat zeker de jongere mensen die dit filmpje kijken niet weten. Je hebt natuurlijk een jeugdopleiding gehad. Waar je de klappen van de zweep wel hebt meegekregen bij Ajax. Hè? Want je was een heel jong ventje. Hoe ging je al naar Ajax? Hè? Ik was 12. Ja. 12? Ik had de jeugd bij Rijnsburg gespeeld. En vanaf mijn 11e of 10e eigenlijk kreeg ik aanbiedingen van verschillende clubs. Ja, trainingen meegedaan en uiteindelijk is het Ajax geworden. En dat ben ik dan vanaf mijn 12e heb ik daar gezeten, 6 jaar. Wat een fantastische tijd was. Het was druk, want je zat met school en vanuit school ging je daarheen, je at daar, je studeren. Maar wel gewoon een hele mooie tijd gehad, dingen meegemaakt wat niet iedereen kan zeggen. Ja, maar wel een harde wereld. Het is een hele harde wereld, maar dat weet je van de voetbalwereld. En... Ja, maar voor een ventje van 12 jaar,
nu weet je het. Ja. Toen was je een ventje van 12. Ja, maar kijk, het is altijd een droom van iedereen die voetbal denkt. Van, ja, weet je, slagen bij een club als Ajax, dat is wat je wil. En nou ja, kijk, dat is mij dan niet gelukt. Met velen die het ook niet lukken. Maar ja, weet je, als je die ene bent die wel doorbreekt, ja, dan is het natuurlijk fantastisch. Ja. Met wie speelde jij? Bekende namen die nu wel ja, echt in wereldtop zijn? Nou, toen ik jong was, toen zat ik in het team met een Elgiro Elia, met Nordin Amrabat. Donovan Slijngaard, die speelt nu nog een beetje op het hoogste niveau. Elgiro is al ver geschopt, hè? Ja, maar ja, dat is ook heel raar gegaan allemaal. Ja. In de C'tjes weggestuurd bij Ajax, toen bij Den Haag gezeten. En toen ik naar Den Haag ging, ook nog een tijd met hem gespeeld. Ja, toen kwam hij daar in tweede te voetballen, naar Twente gegaan. Ja, dat is denk ik zijn beste stap geweest die hij gemaakt heeft. Daar is hij opgebloed, absoluut. En een hele mooie carrière ervan gemaakt. Het is nou frustrerend dat soort gasten heel ver gekomen zijn en ik pik jij nu op je werk bij een bloemenbedrijf. Nee, absoluut niet. Kijk, het is jammer. Want natuurlijk, je wil daarvoor gaan en daar heb je vroeger ook alles voor gedaan. Ik heb er alles voor gelaten om het voetbal gewoon de hoogste prioriteit te geven. Ja, aan de andere kant, ja, het is gewoon niet gelukt. Kijk, ik kan niet van mezelf zeggen van ik heb er niks aan gedaan. Nee. En ik denk dat je er dan meer mee zit als het gevoel wat ik nu heb. Ik ben gewoon niet geslaagd. Ik ben gewoon niet goed geweest. Of niet goed genoeg geweest. Ja, en dat ik nu bij een Rijsbrugse Boys in het eerste sta, ja, dat vind ik ook fantastisch. Ja, dan ging je weg als 12-jarige jongen. Ik herinner me nog, sorry dat ik erover begin, maar we moeten het er even over hebben, denk ik. De tijd dat jij naar IJs ging, was jouw moeder heel erg ziek. Ja. Die ben je ook heel jong verloren. Heeft dat invloed gehad op bepaalde dingen in je leven? Het heeft wel invloed gehad, maar op een positieve manier. Ik denk, kijk, het eerste jaar dat ik door die verschillende clubs gevraagd werd, zou ik eerst naar Feyenoord gaan. Ik heb daar trainingen mee gedaan en eigenlijk was alles rond om daarheen te gaan. Alleen, ja, we werden nog niet opgehaald door busjes. En toen heeft mijn vader ook gezegd, dat was de eerste periode dat mijn moeder ziek werd. Van ja, daar hebben we gewoon geen tijd voor. Nee. Dus blijf bij Rijnsburg en dan zien we dat jaar erop wel hoe het gaat lopen. Ja, en toen kwam Ajax en ja, ik was altijd Ajax-fan. Dus dat was voor mij eigenlijk de keuze makkelijk om naar Ajax te gaan. Maar goed, je bent heel jong je moeder verloren. Ja. Los van het voetbal, heeft je dat vroeg volwassen gemaakt? Wat gebeurt er met een kind? Nee, precies wat je zegt, dat heeft me vroeg volwassen gemaakt. Je gaat over veel dingen ga je anders nadenken. En met veel dingen dan heb je een gemis van je moeder. Ja. En, wat een knappe vrouw trouwens, je moeder. Ja, Ries. Nee, kijk, het was ook een fantastische moeder. En zeker de jaren dat ik hem meegemaakt heb, ik kon me geen betere moeder wensen. Nee. Dus dat is altijd positief geweest. En ook in de jaren dat ze ziek was, ja, weet je, je kon het eigenlijk niet eens merken. Ze deed alles wat ze moest doen en altijd positief, altijd. Een vechter. Ja, zeker weten. Ja. Ze hebben het ook heel lang volgehouden. Dus dat, ik heb er nog mooie jaren aan beleefd, dat zeker weten. Over mooie jaren gesproken, we hadden net over moeder, over vader. Zit hij, hè? Ja, 3 weken. Mooi vader, hè? 3 weken. Ja, er zit een hele glimlach op je gezicht. Ja, fantastisch. Ja, ik kijk er echt naar uit. Ja. Ja, je hoort natuurlijk wel van heel veel mensen van het gaat nog zwaarder worden, zeker met werk erbij, voetbal. Maar ik kijk er zo naar uit. Het is, kan mij niet snel genoeg komen. Nee, het is een kwestie van geduld. Mijn moeder zei altijd, kind, er is er nog nooit één blijven zitten. Nee. Dus het komt, Fries. Het komt. Zeker, ja. Nee, maar fantastisch, ja. Echt een hoogtepuntje uit mijn leven, denk ik. Ja, dat denk ik ook. Dat gaat ook heel veel veranderen voor je. Ja. Dat kan ik je wel vertellen. Ja, maar dat is, weet je dat... Je zegt het net, het wordt alleen maar zwaarder en zo. Maar dat gaat echt, als je eenmaal de verantwoording krijgt voor een kind, dan verandert er zoveel in je leven. Ja, ja. Nou, ik kijk er echt naar uit, nogmaals. Dus dat, dat is leuk. Weet je al wat, zonder dat je het met ons hoeft te delen, maar weten jullie al wat het wordt? Wat het is? We weten wat het wordt, ja. Ja, het wordt een meisje. Okay. Dat mag je weten, iedereen weet het al die het gevraagd heeft. Ja, ze zeggen dat meisjes altijd vaderskindjes worden, hè? Ja. Dus dat is extra leuk eigenlijk. Kijk eens wie daar staat. Ja. Wat zus, hoe is het? Goed. Mag hij mee rijden? Hij zit in de taxi, hè? Hij in de taxi? Keepertje. Geluk van vandaag. We vragen heel goede vragen. Domme vragen bestaan niet, alleen domme antwoorden, hè? Okay. Maar wat moet ik hem dan van jou vragen, Nico? Nou, balletjes van de zijkant. Ja? Gaan beter worden, ja, nee. Bij jou beter geworden, nee, maar toch. Hij heeft nu een kopsterke centrale verdediger. Ja, nee. Prima. Op de lijn is hij de beste in de zaterdag, dat weet je. Ja, als jij het zegt niet. Ik ga daar wat elke week. Ja. Ik kan het vertellen. Dus... Voor de mensen, het is een Rijnsburgse Boys watcher, Nico van Dijkel.
Gaan we vertellen. Maar in ieder geval, ik denk dat het, prima. Alleen afgelopen zaterdag, ja. Je eigen gek laten maken door de Amsterdamse Bluff. In meegaan en dan ga je verliezen. Hé, luister eens, je hebt die hond laten, heb je die onder de rol opgeraapt eigenlijk? Moet jij hem hebben dan? Hé, wij gaan door. Hoi. Hoi. Nico. Hoe lang ga je nog door, Ries? Ja, dat is een vraag waar ik nog geen antwoord op kan geven, Willem. Want je bent, je zit voor mij tussen die twee gasten van mij in qua leeftijd, denk ik, hè? Ja, ik ben 30. Oké, ben je van onze Robson leeftijd? Ja. Nou ja, kijk, vorig jaar heb ik al... Kan je een paar jaar mee als keeper? Ja, wel, natuurlijk. Dat kan ook wel. Maar vorig jaar heb ik al getwijfeld. Echt? Ja. Puur in verband met werk, weet je, lange dagen en trainingen erbij. Nou ja, nu krijg je ook die kleine er nog bij. Dus het is voor mij echt nog een twijfelstuk wat ik volgend jaar ga doen. Oh, weet Gerrit Pauw dat al? Dat weet Gerrit Pauw ook, ja. Oh ja, Gerrit is de technisch manager van Rijnmondsport. Ja, maar ik heb gisteren met de trainer gesproken en over volgend jaar. Goed gesprek geweest. En de twijfel is nog niet helemaal weggehaald. Kijk, ik moet het gewoon zelf een beetje uitdokteren wat ik nou echt wil. En waar mijn prioriteiten liggen. Kijk, ik wil me niet half voor het voetbal inzetten. Als ik doorga, wil ik er gewoon 100% voor gaan. Ja. En dan moet je vrouw erachter staan, je meisje. Ja, die moet erachter staan. Ook zelfs als de kleine er is. Ja, maar die staat er wel achter. Alleen, weet je, die hebben in al die jaren heb ze me al gesteund. En kijk, nu die kleine komt, dan zegt ze niet van ik wil dat je thuis blijft. Dus kijk, daar heeft het niet mee te maken. Het is echt puur voor mezelf. Van wat wil ik nog? Wil ik nog drie keer in de week gaan trainen? Wil ik de lange dagen van huis zijn? Dat is gewoon mijn twijfel. Ja. Nou ja, ik zal een voorbeeld van mezelf geven. Toen onze Gert geboren werd, dat was onze oudste. Yeah. Toen werkte ik bij Heemskerk in de Groente. Dat was nog een kleiner bedrijf, het is nu een heel groot bedrijf. En toen legde ik hem op zondagavond op bed en toen zag ik hem wel eens door het werk, alleen door het werk, hè, dat ik hem donderdag pas weer zag als babytje zijn. Ja. Dat was niet leuk, maar dat was toen nodig, toen moest geld verdiend worden. Dat wil jij niet. Zo zou jij het niet willen? Nee, eigenlijk niet. Kijk, ik wil gewoon wel tijd voor het gezin vrijmaken. Ja. Ja, en dat is lastig als je een baan hebt waar het vroeg opstaan en laat thuis is. Ja, als je de voetballer er ook nog bij hebt, ja, dat is gewoon een keuze die je op een gegeven moment moet gaan maken. En die keuze weet ik nu nog niet. Ik twijfel nog steeds. En dat ligt gewoon geheel bij mezelf. Dus dat, ik heb nog eventjes om erover na te denken. Je krijgt de ruimte van Rijnmondsport om erover na te denken? Ja, dat wel, zeker. Dus, want ik denk dat de club wel met jou door wil. Ja, wat ik gehoord heb, zijn ze positief en willen ze nog een jaar verder. Alleen ja, dan ligt het echt volledig aan mij wat ik wil. Ja. En ik heb aangegeven dat ik daar nog over na moet denken. En wat het gaat worden voor volgend jaar, dat binnen een paar weken zal dat denk ik uitkomen. Ben jij iemand die stel dat je besluit, ik ga toch voor minder trainen en zo. Ben je dan iemand die zegt van ik ga lekker bij mijn vrienden nog in de lagere helft voetballen? Nee, als ik stop, stop ik. Ja? Ja, hoe zeg je dat? Ik voel me nog wel goed. Kijk, het is zwaar, er is training en alles. Maar als ik een wedstrijd inga, dan zou ik niet kunnen zeggen van het maakt me niet uit wat het wordt. Ik wil altijd winnen. En ja. Ik weet gewoon, als je in een vriendenelftal zit, dan ga ik me irriteren aan bepaalde dingen. En dat wil ik niet. Kijk, als je voetbalt, moet je er plezier in houden. En dat heb ik nu nog. En dat wil ik wel zo houden. Dus dan, als ik stop, stop ik echt helemaal. Ik draai hem even hierin. Laat je dat gebouw zien. In die tijd dat jij bij Ajax zat. Heb ik er weinig van meegemaakt. Zaten al je leeftijdsgenoten hier. Ja, Krijnes. Krijnes Go-Go Jongerencentrum. Ja. Jij had daar geen tijd voor? Nee, ja, weinig. Ik kwam er wel eens. Maar wij voetballen in de jeugd bij Ajax op zondag. En de feesten en alles werden hier gehouden op zaterdagavond. Ja, en in de feestweken. Ja, maar dan kwam ik er nooit. Ik heb wel echt, zal ik maar zeggen, de avonden voordat ik moest spelen ben ik nooit weg geweest. Doe ik nog steeds niet. Dat vind ik iets, dan moet je er niet, dan moet je er gewoon mee bezig zijn. En dan ga je niet de avond ervoor, ga je op stap. Dat heb ik altijd gehad. Dus, waar jouw leeftijdsgenoten dat jongerencentrum aan het feesten waren, zat jij thuis? Ja. Ja. Werd je dat ingegeven door thuis of door Ajax of door jezelf? Want die was toen heel jong en ik kan me voorstellen dat je denkt, ik vind het best. Ja, kijk, ik kreeg het wel van mijn vader te horen van, zou je het wel doen? Alleen, hij liet de beslissing bij mij. Het is niet dat hij mij,
hij verbood het me niet, dat niet. Maar ja, ik wilde gewoon, wat ik zei, ik wil zelf alles uit mijn carrière halen. En ja, dan hoorde het erbij dat je niet op zaterdag ging stappen als je zondag moest spelen. Heb jij het idee, Ries, dat je genoeg had? Dat Rijmense Boys, top amateur. ADO Den Haag, hè? Ook, ja. Zelfs nog tegen Ajax gespeeld, tegen jouw club. Ja. Vol Zuiderpark, het oude Zuiderpark. Daar zijn er niet veel die dat kunnen. Die dat kunnen. Nee. Zo. Wat je ook even afgeleid. Ja, die zat, dat is een beste. Zit lekker binnen. Dat is een beste. Ja. Leven van zo'n autootje zo slecht of niet? Nee, maar wat zou je zeggen? Dat ik, of ik alles uit mijn carrière gehaald heb? Ja? Nou, naar mijn idee. Kijk, ik heb er alles aan gedaan. Dus ik dat, denk, dat is het belangrijkste voor jou. Dat proef ik al in het hele gesprek. Ja. Ik heb er alles aan gedaan en als dit het is, is dit het. Ja, zo sta ik er wel in, ja. Kijk, ik kan mezelf niks verwijten. En ja, dat ik het niet gered heb, ja, het is niet anders. Wat, ik vind niet gered, vind ik een groot woord. Ja, als je... Als je, eerder, je hebt eredivisie gespeeld? Jawel, maar je wil het... Wel eens, daar geen seizoenen lang. Nee. Dat is toch waar je naartoe werkt. Ja. Dat je op het hoogste niveau wil spelen. En dat heb ik niet gered. Kijk, en dat ik nu in het amateurvoetbal op het hoogste niveau zit. Kijk, dat wil niet zeggen dat je niks gered hebt. Maar... Nee, dat wil niet zeggen. Je bent toch hartstikke ver gesopt voor een... Jawel, maar daar ben ik ook hartstikke trots op. Ik ben hartstikke blij mee. Voor een ventje van Durf. Ja. Nee, dat is zeker waar. En, ik denk in die tijd dat... Ik deed dat mag heel rustig weten. Misschien heb je dat ook wel een beetje gemerkt. In die tijd dat jij bij ADO zat. Ja. Was ik voor West de man die ADO moest doen voor de radio. Ja. Ik was hartstikke trots op je, man. Nee, maar zo zijn er heel veel mensen geweest en dat heeft me ook echt goed gedaan, hoor. Ja. Want je hoort van iedereen dat je bent opeens een soort van bekend hier in de omgeving. En ja, kijk, daarom is het ook een hele leuke tijd geweest. Dat was ook bij Ajax zo. Weet je, als jij als klein ventje met je tas van Ajax door het dorp loopt, ja. Weet fantastisch, je, ja. Het is ook mooi. En daarom zeg ik, die tijd is echt mooi geweest. Maar dat is de tijd die ik nu heb ook. Kijk, ik heb een leuke baan, ik heb het naar mijn zin. En ja, voetbal bij Rijnsburg, weet je, waar ook gewoon altijd veel mensen zijn, waar de sfeer goed is. En ja, het is niet dat je ergens maar een balletje trapt. Nee. We zijn er bijna weer. En tot slot, zaterdag inhalen tegen AFC. Ja. Ja, het zal, wordt tijd voor 3 punten weer, hè? Ja, dat zeker weten. Als je een beetje bij wil blijven, dan moet je die ook wel winnen. En ja, kijk, we hebben goed met elkaar gesproken over afgelopen zaterdag. Ja, daar moeten we van leren en dat is natuurlijk na elke nederlaag dat je de punten moet pakken waar het fout gaat. Nou, dat is afgelopen zaterdag ook zo geweest en goed over gesproken. Deze week gewoon goed trainen en zaterdag moeten we er gewoon met z'n allen staan en dan gewoon die 3 punten thuis houden. Ja, dat moet kunnen toch? Ja, dat moet altijd kunnen. Zeker thuis? Ja, maar kijk, de selectie die je hebt is daar ook gewoon goed genoeg voor en thuis moet je gewoon echt je punten behouden. En ja, ik ga ervan uit dat we dat zaterdag gewoon gaan doen. Ik heb er in ieder geval het volste vertrouwen. Nou, dat is mooi. Nou. Ik ga het meemaken, ik ga het zien wat jullie zaterdag gaan. Ben je erbij zaterdag? Nee, ik heb Lisse Katwijk. Ja, dat dacht ik al. Waarom toch? Ja, een derby, hè? Ja, maar goed, we doen hem wel, hoor. De collega komt. Ah, oké. Okay. Ja, we zijn er wel. Nou ja, Lisse Katwijk ook een mooie wedstrijd, toch? Absoluut. Dat is inderdaad wel een soort van derby. Ik vind het zelf niet echt een grote derby. Nee, maar het is toch Bollenstreek. Dus ja, maar weinig. Dus niet echt een rivaliteit. Dat is maar goed. Nee, het is minder als dat wij tegen Katwijk. Ja, precies. Ja, precies. Nee, dat is zeker waar. Ries, bedankt. Succes met de bevalling. Kom goed. Puffen, puffen, puffen. Gaat helemaal goed. Komen. En hou je goed, man. Bedankt. Is goed. Zie je. Oké. Okay. Hoi, hoi. Hoi. Richard van Nieuwkamp, ja, ik ken hem al jaren. Doelman van Rijnsburgse Boys reed een ritje mee door zijn eigen dorp bij Willem in de taxi. Ook een taxi nodig? Kijk op onze website of bel 071 36 11.000. Tot volgende week. Dag.